Een record aantal mensen deden afgelopen zaterdag mee bij de Mars voor het Leven. Maar de media zwegen. Welkom bij Uitgelicht. Afgelopen zaterdag hield Stichting Schreeuw om Leven de 24e Mars voor het Leven. Een recordopkomst. Is er meer animo om openlijk op te komen voor het ongeboren leven? Bij mij aan tafel Kees van Helden van Stichting Schreeuw om Leven. Goedenavond, meneer van Helden. Ja, goedenavond. Fijn dat u er bent. Ja, eerst eventjes wat anders. Het Hoornbeek College, het Reformatorisch Hoornbeek College, is wederom verkozen tot beste ROC van Nederland. Aan de telefoon Sjors Lindhout, locatiemanager in Apeldoorn. Goedenavond, meneer Lindhout. Goedenavond. Ja, gefeliciteerd. U bent voor de 8e keer verkozen tot beste ROC. Ja, hartelijk dank. Daar zijn we erg blij mee. Ja, wat is uw geheim? Hoe komt dat zo? Ja, we zijn natuurlijk heel erg blij dat we het weer goed gedaan hebben. En dat we kwalitatief goed onderwijs leveren wat gewaardeerd wordt. Het geheim. Het geheim zit denk ik in een aantal dingen. Het eerste punt is dat we kleinschalig onderwijs leveren. Mm-hmm. Daarnaast hebben we ook persoonlijke aandacht voor de student. En we zien ook een hoge mate van oude betrokkenheid terug. Ja, want heeft dit alles ook nog te maken met het feit dat u een christelijke identiteit heeft? We zien vaak dat de christelijke hogeschool ook goed scoort. Denkt u dat het daarmee te maken heeft? We zijn inderdaad een school met een open Bijbel. En we zijn ook blij dat we dat zijn. En we zien ook een hoge oude betrokkenheid terug. Dat resulteert ook weer in stimulans vanuit huis, waardoor de studenten ook een extra steun in de rug hebben. Ja. En dat vertaalt zich weer in hoog diploma-resultaat, tevreden studenten en goede beoordeling van de inspectie. Ja, ja, want op wat voor criteria bent u beoordeeld? De keuzegids MBO, dat is een onafhankelijke gids. En die beoordeelt de studententevredenheid. Hoe waarderen de studenten de lessen? Hoeveel leren ze? Hoe worden ze begeleid? Hoe is de stage en de organisatie in de school? En daarnaast worden ook nog een aantal criteria aangelegd rondom doorstroom naar het tweede leerjaar en het diploma-percentage. En vroegtijdig schoolverlaters. Ja, en hoe kijkt u naar de toekomst? Kunt u tevreden achteroverleunen? Absoluut niet. Nee, wij blijven gewoon innoveren. We blijven de aansluiting met de maatschappij zoeken. Maatschappij is natuurlijk in beweging, de beroepen veranderen. En daar willen we blijvend op aansluiten om de kwaliteit te leveren die we nu leveren. Ja, helder. Dank voor uw toelichting, meneer Lindhout. Ja, graag gedaan hoor. Dan het volgende. Afgelopen zaterdag liepen 5000 mensen mee in een Mars voor het Leven, dwars door het centrum van Den Haag. Meneer Van Helden, goedenavond. U bent van de Stichting Schreeuw om Leven. Ja, goedenavond. Ja, het was een stille tocht. Waarom een stille tocht? Omdat er juist heel veel kracht van uitgaat. Ze zijn in Den Haag behoorlijk wat gewend met demonstraties. Er waren er afgelopen zaterdag 5. En de meeste demonstraties van de 1500 die ze hebben in het jaar gaat met heel veel bombarie, heel veel herrie. Dus ze zijn heel wat gewend. En als je dan met zo'n stille tocht met 5000 mensen door de stad loopt, dan voel je de stilte dalen in de stad. Trams gaan stilstaan, auto's vallen stil, mensen vallen stil. En de stilte gaat gewoon door de stad. Dat is een enorme impact. Ja, zelfs de mensen om de tocht heen die daar niet mee meelopen, vallen dus stil. Ja, je merkt gewoon dat mensen echt staan te kijken met open mond. Kan dit nog? Hoe kan het? Zoveel mensen en zo'n stilte. Ja. Dat heeft enorm veel kracht. Ja, kunt u de sfeer beschrijven tijdens zo'n mars, tijdens zo'n optocht? Het begint natuurlijk met een voorprogramma. Een voorprogramma van pak een beetje een uur met een aantal sprekers. En daar gaan we ook op het Spuiplein zingen. Zingen wat liederen. Tegen 2, dat is ook de afspraak met de politie, gaan we lopen. Dan wordt alles afgezet. En dat is een behoorlijk impact die dat heeft bij de mensen die zelf meelopen. We hebben de afgelopen dagen ontzettend veel reacties gehad. Mensen die mee hebben gelopen. Natuurlijk ook mensen met vragen, met tips. Voor de volgende keer, dat hou je. Maar wat elke keer de rode draad was, dat het zo'n indruk maakte. Om met zoveel mensen over kerkmuren heen. Want er lopen niet-christenen mee. Er lopen evangelische mensen mee. Er lopen tot oud gereformeerd. Dat is trouwens ook gelijk een uitdaging voor ons om voor iedereen een gevarieerd programma te bieden. Ja. Maar dat ze allemaal voelen, hier gaat het om. We staan allemaal voor de beschermwaardigheid van het leven. Zowel aan het begin
maar ook aan het eind. Want ook dat is in het geding op dit moment. Ja, maar het is dus niet zo dat er alleen kerkelijke mensen meelopen met zo'n mars? Nee, er mogen voor mij nog veel meer niet-kerkelijke mensen mee. Want een van de televisiestations die had vrijdags nog gebeld van RTL Nieuws. En die vertelde ook van, ja, degene die aan de lijn had, ja, die had zelf een vriendin die niet christen was en radicaal tegen abortus was. Dus ik gaf ook de tip, ik zeg, dan moet je die interviewen naast ons. Maar we zouden veel meer niet-christen ook mee willen laten lopen als het kan. Ja, ja, want wat is nou het doel van zo'n mars? Heeft dat nut? Ja, op het moment dat je denkt, want dat hoor je nog wel eens, het heeft helemaal geen zin meer. Ja. Nou, dat is iets dat vind ik echt heel jammer als mensen dat denken. Het heeft zaterdag ervoor gezorgd dat er in onze ogen is het een keerpunt geweest. Zaterdag dat je met van één keer van 2.500 naar 5.000 mensen gaat. Die saamhorigheid, dat je laat zien van, hey, we staan niet alleen. Mm-hmm. We zijn niet de enige die tegen abortus zijn. En tegen abortus zijn is natuurlijk één. Maar de andere kant is ook iets waar we bij Schreeuwenleven ons ook heel erg zorgen maken van de hulp aan die vrouwen die een abortus overwegen. Want we hebben een aparte hulpafdeling en die moet ook goed in beeld komen. Want er is ongelooflijk veel nood die je eigenlijk helemaal niet ziet. Nee. Dus het is visualiseren van de nood, van iets wat lijkt geaccepteerd te zijn. Het kan niet waar zijn dat we 30.000 vrouwen eigenlijk aan een lot overlaten die om een noodsituatie een abortus willen. Ja, er was ook een tegendemonstratie. Ja. Wat zijn hun argumenten? Nou, we wisten 2 weken geleden al dat er een tegendemonstratie was. Een groepje van 35, 40 mensen. Ja. En een jongerenorganisatie uit Amsterdam die baas in eigen buik scandeerde. We hebben ook nog 2 van onze mensen hebben een afloop met 2 van hun organisatoren gesproken. Heel goed gesprek, mooi gesprek, stonden open voor onze argumenten. Mm-hmm. Dus er is ook wel een debat mogelijk. Ja. Want kunt u het zich wel voorstellen, of kunt u het begrijpen, die heftige reacties op de strijd tegen abortus? Op zich, als ik kijk naar de reacties die zij hebben, wat zij scandeerden, baas in eigen buik en abortus is een vrouwenrecht, een human right. Nou, dat is het niet, het is helemaal geen vrouwenrecht. Ik snap hun wel dat ze zich zorgen gaan maken. Er is afgelopen jaar natuurlijk best veel gebeurd. We begonnen met Charlotte Lockeveer van de VVD in het begin van het jaar. Ja. Ik heb niet de indruk dat in de VVD weer rustig is over dit onderwerp. Maar we hebben ook het Humanistisch Verbond die naar buiten treedt met Vincent Stolk. We hebben de Week van het Leven gehad die enorm veel losmaakte. Dus op het moment dat je denkt van we hebben veilige abortus en het is goed geregeld. En je ziet daar in de media een groep opkomen die steeds groter wordt en steeds meer aandacht. Daar kan ik me voorstellen dat ze zich daar zorgen om maken. Ja, je noemt het al eventjes, hè, de media waar aandacht is voor mensen die wel voor abortus zijn. Weinig aandacht voor de Mars van het Leven. Klopt. Ja, hoe verklaart u dat? Nou, dat is al jaren zo. Al jaren is er geen aandacht voor de Mars voor het Leven in de seculiere media. En daar hebben we dit jaar ook rekening mee gehouden. We hadden NOS uitgenodigd, RTL Nieuws was uitgenodigd, Telegraaf. We hebben SBS6 uitgenodigd. Ja. We hebben ook reacties gehad van via anderen dan. Want we hebben dat ook via anderen laten doen. NOS gaf aan, ja, maar dat was ook de uitreiking van de Nobelprijs. Ja. We hadden het dodelijk ongeluk op de A9. We hadden de schaatsen. Dus ja, dan moeten we keuzes maken. Nou, Telegraaf gaf een vergelijkbare aan. RTL4 gaf vrijdag al aan van ja, dit brengt eigenlijk niks nieuws. Ja, ik denk als Geert Wilders voorop had gelopen, dan had het zwart gezien van de camera's. Ja. Ja, ik noemde het net al even in mijn aankondiging een record aantal van 5000 mensen. Maar toch zijn er nog, denk ik, heel veel christenen die ook tegen abortus zijn. Hoe kan het dat zij hier niet bij aanwezig zijn? Dat zouden zij eigenlijk zelf moeten vragen. Ja. Dat is een goede vraag. Gisteren in het hoofdredactioneel commentaar van het RD had Van Kraandonk er ook een stuk over geschreven. Hij zegt, het is natuurlijk een prachtige verdubbeling. Dat er zoveel aandacht is. Zo massaal mensen op de been. Ja. Het zijn er eigenlijk maar 5000, zegt hij. Waar zijn die honderdduizenden die in de kerk zitten en bidden voor onze regering, voor onze regeringsleiders? Waar zijn die honderdduizenden? Ja. En zou het kunnen dat zij denken, het is een verloren zaak, het gaat toch niet meer verdwijnen? Zou kunnen. Ik denk ook een stukje lauwheid. Als we naar kijken, dan zie je hoe actueel de Bijbel is. In de Openbaring, daar staat de brief aan Laodicea, dat we lauw zijn.
Ik denk dat wij dat ook wel eens ons eigen aan mogen trekken. Dus niet alleen voor Laodicea, maar dat het ook voor ons geschreven is. Als we van tevoren al denken, het heeft geen zin. Ja, dan, wat begin je dan aan? Ja. Maar ik denk dat als de waarheid naar buiten komt, als de waarheid verteld wordt over wat is een abortus, wat doet een abortus met je, en wat zijn andere oplossingen, dan denk ik dat er heel veel mogelijk is in Nederland. We hebben dat afgelopen maand gemerkt met een nieuw sponsorplan wat we gelanceerd hebben. Dat we vrouwen die ongewenst zwanger zijn, die twijfelen, een abortus willen omdat ze om financiële redenen niet denken bol te werken, dan mobiliseren we de achterban in kleine porties. Dat ze zeggen, nou, we betalen bijvoorbeeld een jaar lang alle luiers, alle kleding, de inrichting van de babykamer. Maar dat doen we gezamenlijk. Ja. En dan blijkt toch dat we de afgelopen weken al diverse vrouwen gewoon letterlijk echt een abortus hebben afgezegd, omdat ze over die berg heen kunnen kijken. Ja. Dus dat het toch effect heeft. Ja, absoluut. Ja, want wat gaan jullie verder nog doen naast zo'n Mars van het Leven om dit op de agenda te krijgen? Komende donderdag gaan we verder aan de slag met evaluatie. We hebben bij de Mars voor het Leven natuurlijk heel veel dingen gezien. Ons toch laten verrassen door de hoeveelheid mensen. Dus we gaan ook wat bijsturen. Zoals het er nu uitziet kunnen we volgend jaar niet op het Spuiplein. Dat kan er gewoon echt niet op. Okay, yeah. Dus we moeten kijken naar een andere locatie. En daar gaan we heel vroeg mee beginnen. Daar zetten we, ik denk volgende week beginnen we al met een team mensen erop die dat gaat voorbereiden. Er liggen wat ideeën om alle kerken te benaderen, maar ook heel breed. Dus niet alleen de reformatorische, ook de evangelische. Ja, in ook, alle hoeken uitzetten. Ja. Ja. Dus echt daarmee motiveren om volgend jaar aanwezig te zijn. Ja, ChristenUnie en SGP deden ook mee met de Mars. Ja, wat ziet u van wat zij doen om dit onderwerp aan te kaarten? Nou, ook binnen Politiek Den Haag? Op zich heel erg mooi, heel actief dat ze bezig zijn. Als we kijken naar Gert-Jan Segers, die heeft samen met de VWOK een tienermoederfonds opgericht om te zorgen, ook weer kijken naar het financiële gedeelte, om daar aandacht voor te vragen. Want het kan niet waar zijn dat je in Nederland, zoals iemand op de huishoudbeurs zegt, we halen 100.000 vluchtelingen in Nederland in. Die bieden we onderdak, die bieden we eten, drinken, kleding, die bieden we alles wat nodig is. En een vrouw die om financiële redenen, wat bijna de helft van de vrouw is, die laat van een lot over. Ja. Dat kan niet. Dus het is een heel goed initiatief wat ChristenUnie met VWOK heeft gelanceerd. En als we kijken naar de SGP, die is volop bezig met de initiatiefnota om die keuzegesprekken buiten de abortuskliniek te krijgen. Op dit moment wordt de abortus betaald vanuit de overheid. Dus er is geen enkele verzekeringsmaatschappij die dat betaalt. Dat betaalt de overheid. Ja. En dat is ook het bestaansrecht van het abortuscentrum. Dus zoals Kees van der Staaij ook aangeeft, op het moment dat je een auto gaat kopen, je komt bij de dealer, dan gaat die dealer echt niet tegen jou zeggen, je kan beter met de trein gaan. Dat doet hij niet. En dat doet een abortuscentrum ook niet. We gaan wel eens met vrouwen mee naar binnen toe. Twee weken geleden zijn we nog met een vrouw mee naar binnen geweest. En als je dan inderdaad ziet bij die vrouw die heel erg bang was, die was 16 weken zwanger, dan wordt het scherm weggedraaid bij de abortuskliniek. Ze krijgt niet te zien bij de echo dat de kindjes en onze waakster die bij de kliniek met haar mee was gegaan, die moest echt aandringen om die echo te krijgen. Ja, precies. Ja. Ja, wat denkt u dat abortus, heel kort nog even, ooit gaat verdwijnen uit ons land? Absoluut, ik ben van overtuigd. Ja? Als wij geloven dat de muren zoals kunnen vallen van Jericho, zoals Kees van der Staaij zegt, geloof ik dat wij een God hebben die machtig is om ook abortus af te schaffen. Maar er moet wel hulp zijn voor die vrouwen. En daar moeten we aan werken. Ja, want heel, heel kort nog eventjes. Wat kunnen mensen doen behalve meelopen met zo'n mars? Kijk op de site. We hebben een sponsorplan. Kijk even op de site wat het inhoudt. Ondersteun mee. Daar kunnen wij concreet vrouwen mee helpen. Door ze een buddy aan te bieden die het overwegen. En die gaan die vrouwen echt concreet met materiaal helpen om het kindje te houden. Helder. Dank voor uw toelichting, Kees van Helden van Stichting Schreeuw om Leven. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Tot dan. Dag.